Oké, dan gaat die deur open. Voordat ik daarheen ga, is er hier nog iets. Oké, en Helena, de deur is ook open. Komt ze dan ook mee? Ja, ze komt ook mee. En dan, die daar is denk ik van de vorige kamer. Maar die is voor deze kamer. En daar boven, wat zit daar? Daar zit denk ik dan degene die de andere speler moet raken. Als je in co-op speelt of zo. Oh fuck. Fuck you, lul. Ik had eigenlijk niet gedacht dat hier zo vijanden zouden zitten. Maar dit mechanisme hier, man. Is trouwens, waar moet ik hem op richten? Is dit een spiegel? Oh, vet. Het hele mechanisme, man. Ik weet niet welke poop dit heeft bedacht, maar... Hij krijgt van mij krijgt hij punten voor originaliteit. Oké, en dan? Dan zit deze deur dicht, maar ik kan wel naar boven. Oh, er zit zo'n plaatje met een gun. Wat is dit voor gun? Semi-auto sniper rifle. Fucking vet. Oh, en daar zo is nog zo'n mecha beeldje. Een andere blauwe, die moet ik natuurlijk ook krijgen. Maar daar moet ik waarschijnlijk weer zo'n puzzel voor oplossen. Ik heb niet genoeg inventory space om die ammo mee te nemen. Dus ik moet echt wat shit doen. Weet je wat, ik combine gewoon dit en ik douw het gewoon in mijn astma apparaat en een hardshake. Klaar met het gezeik. Kunnen we weer wat meenemen. Dus I guess dan dat ik ook gewoon dit wapen moet gebruiken voor dit stuk. Nou, dat had ik even goed gegokt dan. Ik hoop niet dat het saai is, zo'n puzzle level, maar... I'm just playing the game, you know. Dus I guess dat ik gewoon al die torens hun bel moet... raken. Was dat het? Is die open? Hij is nog steeds closed. Zijn er dan nog meer torens? Of wacht. Deze misschien. Yes. En dan, is die nu open? Daar is er nog één. That's all of them. Kind of feel bad shooting antiques. Er is een skill trouwens, waarmee je nog een extra zoom krijgt op je rifle. Alleen, ik weet niet of ik die ga nemen, want tot zo far is het helemaal niet nodig. En over skills gesproken, ik heb wel wat andere skills equipped. Ik heb Firearm level 1 en Zombie Hunter level 1, want ik vond in sommige occasions dat ik een beetje te weinig damage deed. En Leon heeft in zijn campaign vooral te maken met zombies so far. Oké, het andere Maria beeldje hebben we ook. En dan. Did you hear that? I hope it was a door. Come on. Oh, hier staat ook gewoon wat je moet doen. Toll the 5 bells. Oké. Maar ik had het bij surprise dat ik het gewoon even uitgevogeld. Niet dat het een hele moeilijke puzzel is of zo hoor. Dus, Oké, en nu zit ik op de bovenste verdieping. Oh, hier zo zijn denk ik die dingen die ik daar zo. Maar voordat ik dat ga doen. Kijk, er zitten weer wat van die kistjes. En hier is ook een deur. Wat zit hierachter dan? Ik word nu wel heel nieuwsgierig. Of gaan...
Als ik die dingen daar neerzet, misschien gaat dan die deur open. Dan krijgen we nog een deel van deze kerk. You got it. What happens next? Oh vet, het is echt gewoon net Catacombs of Carthus entrance. Oh. Wel de expert, Leon. Oh. Headshot, bitch. Oké, dus ik heb te maken weer met weer een nieuwe enemy. Where the hell did that thing come from? Look out for the gas! Ik moet dus op afstand blijven, maar ik heb gelukkig een rifle gevonden. Ik denk dat ik dat schatje maar eens uit ga proberen voor dit gevecht. Was dat raak? Volgens mij wel. Maar geef ik hem nou hard van langs. Oh, are you kidding me? Volgens mij dorst ik tot wij wel door die reload. Don't panic, people. Just move away from it. Echt alsof ze vergast willen worden. Oké, hij is dus boven, dan ga ik ook naar boven. Oh, ze zijn verdwenen. Oké, Auschwitz. Het is nou afgelopen, godsamme. Even distance. Oh, die was mis. Nope. Even een wat sterker wapen pakken, want dit schiet natuurlijk niet op. Oké, ik zal het proberen. Geen ammo meer. Trouwens, weet je wat? Hier, bitch. We have to do something. People are dying. Everyone, run! Oh shit, ik denk niet dat ik Berlin moet gaan om dat ding. Allemaal in je kop. Hij gaat weer naar boven. Echt, hoeveel hits heb jij? Ik denk dat dit een boss is, maar... Het maakt echt van die kinkhoesgeluiden. Volgens mij zijn alle... Oh, hier is nog een zombie. Oh nee, er is nog een survivor. Die moet ik in leven houden, want anders dan... Ja,
En dan deze op je donder. Trouwens, ik heb weer wat rifle ammo gevonden, geloof ik. Oh wacht, dat wijf is nog oké. Midden in je face. Allemaal. Oh shit, die is natuurlijk mis. Kut, sorry. Zonde van zo'n goede granaat. Waar is die? De kinkhoes motherfucker can take a punishment, man. Oh, ik heb weer een nieuwe granaat gevonden. Ben jij nog steeds in leven? Nice. Die voor je. Er ligt daar wat. Ja, was dat je final fart, motherfucker? Phew. Dat was quite a fight. Hier nog niet. Dit nog iets. Rifle ammo. Granaatje. En... een underground keycard. Hoe de fuck kan je dat nou weer looten van zo'n ding? Nou goed. Ik maak nog even een snelle swoop door de tiel heen en dan kijk ik of er nog loot ligt en dan pak raap ik het allemaal op. En dan knip ik het er even tussen. Megan? Megan, where are you? Ah, zij heeft het nog overleefd en zo. Dus ik heb wel mensen kunnen redden. Heb ik er maar eentje kunnen redden? Nou oké, so far voor alle survivors. Ik heb nog maar één survivor hier, zo dat is zij. Nou ja, did my best. Goed gedaan, Elena. Is het een... Gaan we naar de catacombs of Carthus? Alright, ready? Ja. Yeah. En hier zit een kistje. Is dat dan misschien de koning van een schaakstuk? Ik weet het inmiddels niet meer, maar gaf 4000 geloof ik. Roger. En hij is hem aan 7, maar ik vind hier dus geen catacombs of Carthus, maar gewoon een ondergronds laboratorium. Wish I believe God were looking out for us right now. But I think we're on our own. Holy shit, dus dit gedeelte met allemaal kamers en zo, alsof het hier gevangenis is. Maar er stond laboratorium, dus het is een laboratorium. Dus ja, dit is wat je onder kerken vindt tegenwoordig, hè? Maar goed, ik ga gebruik maken van het moment dat hij hem heeft gesaved. Drink ik nog even een pilsie. En dan check ik jullie weer later. Rigid out. Yeah.